Hoi, welkom bij je tarot reading voor de komende 2 weken. Waterman, steenbok, boogschutter en vissen. Ik ga bordjes ophouden als ik klaar ben met een sterrenbeeld, zodat je kan gaan scrollen naar diegene die jij bent, wat jouw sterrenbeeld is. Mijn naam is Annemiek, nu Anna met 2 A's. Hoi. Vissen, dus. Vissen, ik begin met vissen. Al die bordjes neerleggen. Oké. Hoi. Voor jou, komende 2 weken. Vissen. Oh, dat is duidelijk. Die wil niet terug. Super gaaf. De koningin van pentakels. Ik trek die heel vaak als de kaart die ja, voor mij staan. Het is iemand die praktisch is. Tevreden, gelukkig, vredelievend, betrouwbaar. En het belangrijkste voor jou nu, vissen, is dat ze geleerd heeft verantwoordelijkheid te nemen voor haar deel. Misschien dat sommigen van jullie al, oh jee, doen. Van, denk al waar ik weet dat dit heen gaat. Verantwoordelijkheid. Er is iemand, een ridder. Dat maakt niet uit. Het kan zijn dat dit voor jou een man is. Als jij een man is en dit een vrouw is. Hè? Of ook een man is. Maakt niet uit. Maar een ridder. De ridder van staven is iemand die veel passie heeft. Staven zijn vuurtekens. Gaat over vuur. En de ridder van staven is iemand die in vol galop gaat. Zoals je kan zien op de kaart. Vol galop. Dat paard kan absoluut niet stilstaan. Die blijft maar doorgaan, die blijft maar doorgaan. Er is iets wat behoorlijk gecompliceerd is. Moeilijk woord hoor, gecompliceerd. En het gaat over een situatie waar heel veel verschillende aspecten aan vastzitten. Heel veel verschillende elementen spelen erin mee. Misschien iets met je kind, met je kleinkind, met je ouders, met buren of zoiets. Je kan, als je het mij zou uitleggen, zou je het niet in 1 zin kunnen doen wat de situatie is. En het zou heel goed kunnen dat die situatie zich pas gaat voordoen in de komende 2 weken. Dat gezegd hebbende, het is gecompliceerd, oké? Okay? Dus ik kan ook niet overal op ingaan, want het wisselt dus. Ik probeer echt niet vaag te zijn, maar het wisselt gewoon per persoon die naar deze videoclip kijkt vissen. Er is iets wat, ja, ik moet het nog een keer zeggen. Boink. Want ik denk dat dat op zich al belangrijk voor jou is. Dat als jij tegen een probleem aanloopt, komende 2 weken. Als jij een bepaalde eigenschap van je partner niet fijn vindt. Of van iemand op je werk niet fijn vindt. Als jij, nou ja, wat dan ook. Als je iets graag wil hebben en je wil het al zo ontzettend lang. Of een bepaalde innerlijke ontwikkeling die je doorgemaakt. En je geduld is bijna op, want het trekt al zo lang. Vergeet niet dat het gecompliceerd is. Daar waar het om gaat, is niet duidelijk vast te pinnen op 1 onderwerp. Op 1 gevoel. Op 1 persoon. Op 1 situatie. Op 1 keer dat het gebeurd is. Het gaat om meerdere keren, om meerdere situaties, om meerdere personen die erbij betrokken zijn. Misschien exen, dat het om exen gaat. Waar het voor jou om gaat, is dat jij verantwoordelijkheid gaat nemen voor de complexiteit van die situatie waar je in zit. Misschien gaat het over een relatie en ik bedoel, kom op, welke relatie is niet complex, toch? Misschien dat het om een relatie gaat en dat jij nogal ongeduldig bent met hoe die persoon doet. Die ander, ik vermoed dat die ander dit is. Het kan heel goed zijn dat het omgedraaid gaat hoor. Dat jij die ene of dat het binnen die 2 weken gaat omdraaien. Kan heel goed, dat weet jij alleen maar. Maar deze persoon die heeft wel heel veel lichamelijke liefde. In zich wil graag knuffelen of is goed met cadeautjes geven. Die kan zichzelf heel goed uiten. Die is heel erg goed in om zich te verbinden met jou. Maar, of die wil zich heel graag verbinden met jou, laat ik het zo zeggen. Maar jij denkt bij jezelf, ja maar luister eens.
Ik denk dat je die persoon ook al best wel lang kent. Of dat je dat type al best wel lang kent. En dat jij... Er ontbreekt een stukje geloof in jezelf. Het zit hem er niet in dat jij verantwoordelijk bent voor de complexiteit van de situatie. Het is nu eenmaal zo. Dat moet jij als visser kunnen pakken. Het is nu eenmaal zo. Het is complex. Je kan niet aan je partner, als het daarom gaat, vragen van... Goh, doe dit alsjeblieft nooit meer. Dat kan niet, want er zit pijn onder. Er zit angst onder. Er zitten overtuigingen onder. Er zit woede naar jou toe onder. Naar jou toe willen afreageren onder. Er zit... gedrag van een collega onder. Er zit de buurman die zit te zeiken over de tuin onder. Er zit van alles onder waarom iemand misschien raar gedrag vertoont. Of misschien een rare tik heeft. Ik heb ooit gedate, 10 weken, met iemand die dit gebaar maakte. De eerste 5 keer dacht ik nog, god, wat schattig. Maar daarna dacht ik, nee, dit is een tik. Dit is absoluut een tik. En, nou ja, maakt niet uit. Ik vond die niet zo heel groot. Nu heb ik een natte wenkbrauw gehad. Anyway. Dan ben ik van mijn draadje af. Diegene heeft het vizier open. Kan je dat zien? Het vizier is open. Dat betekent dat diegene jou echt wel open tegemoet treedt. Het is helemaal niet zo dat diegene of die situatie tegen jou zegt. Een baas, een autoriteit, een bedrijf, instelling van... Hé, hier kan helemaal niks mee gebeuren. Ik ga je hier niet mee helpen. Dat is het helemaal niet. Diegene is echt wel bereid om zich te verbinden met jou. Maar er ontbreekt een stukje geloof in jezelf... Dit is heel raar. Er zit een stukje gebrek aan geloof in jezelf. Waardoor je juist op een ander gaat mopperen. Of je ergert aan een situatie. Of dat je iets anders... dat je iets veranderd zou willen hebben. Ik vermoed dat dit in elk geval over een verandering gaat. Iets wat je wil hebben. Ja, een verandering. Je hebt zoiets van... Dit is eigenlijk precies wat ik al zei. Je hebt zoiets van Pentakel 7. Ik heb er al zoveel in gestopt. Waarom? Waar blijft mijn beloning? Waar blijft het resultaat? Wat jij nodig hebt... is een duwtje in de rug. En juist van diegene of van die situatie of die instelling van wie jij last gaat hebben de komende 2 weken. En ik denk niet dat je dat nu al kan weten hoor, wie dat is. Misschien denk je nu, oh, het gaat over die en die. Het gaat over Pietje, over Klaasje, over Truusje. Nee. Nee, ik denk het niet. En dan alsnog, als het wel over die persoon gaat, dan gaat er de komende 2 weken iets dusdanig gebeuren. Dat je je bewust van gaat worden. En dat hoop ik voor je. Want de schuld bij een ander neerleggen, de verantwoordelijkheid bij een ander neerleggen, ga je niet happy van worden. De clue is juist dat die persoon aan wie je ergert, van wie je wilt dat er iets anders gaat gebeuren, die persoon of die situatie, of misschien zie je enorm op tegen de vakantie bijvoorbeeld die je gepland hebt deze zomer, of die je gaat plannen deze zomer. Maar er gaat dus iets juist met die persoon, die je misschien niet eens meer in je leven wil hebben, gebeuren. Die gaat jou iets zeggen, die gaat jou een advies geven, waardoor jij in die tevredenheid kan zakken. Waardoor je je ook weer geliefd voelt. Waardoor je als op een natuurlijke manier gul kan zijn en puur jezelf kan zijn. Waardoor je weer meer kan genieten van alles wat om je heen is. En ik gebruik deze woorden niet zomaar. Hè. Diegenen die mij al langer kennen, die zullen dat van me weten. Het is wel overwogen in die zin dat het uit mijn hart komt. Het hart dat hetzelfde is als jouw hart. Ik ben 100% verbonden met het hogere zelf. Tegenovergesteld is het lagere zelf, het ego. Daar willen we ons niet mee verbinden, want dat levert pijn op. En een van de manieren waarop we onszelf pijn doen, is dus juist iemand die ons zou kunnen helpen. Juist het laatste loodje
kan zijn. Met dat zware loodje, dat laatste zware loodje kan helpen. Dat we ons gaan terugtrekken en te veel naar onszelf kijken. Ik bedoel, naar wat we zelf willen. En maar we denken dan dat een ander het moet veranderen in plaats van dat we werkelijk naar onszelf kijken. In plaats van dat we werkelijk verantwoordelijkheid nemen. Goeie reading. Ja, misschien interessant om over 2 weken nog een keer te kijken voor de puntjes op de i. Want je gaat er zo gemakkelijk overheen lopen, vissen, dat je denkt van ja, maar hij moet veranderen. Zij moet iets anders gaan doen. Nee, dat is het niet. Je hebt diegene nodig. En de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Maar er zit een stukje gebrek aan geloof. Mocht je volledig in je zelfvertrouwen komen staan, mij lukt dat binnen gegarandeerd. Anders geld terug. Binnen 6 healingen. Check de website maar als je mijn hulp wil. In elk geval heel veel liefs. En bij deze nodig ik Waterman uit. Er zijn vaak mensen die beluisteren echt alles van mij. En het is helemaal niet zo gek, want mijn stem is genezend. En dus ik ga nu maar een praatje houden. Ik heb rare kleding aan. Dat wil zeggen, ik heb geen kleding aan. Ik heb een wit t-shirt aan. En mijn kamerjas heb ik daar overheen nog steeds. Die ik eigenlijk alleen maar aandoe als ik uit mijn bed kom. En het is voor mij ook nog vroeger. En daar overheen heb ik mijn, hoe heet dat ding? Schort. Mijn kookschort aan. Ik vind het zo'n verrukkelijke combinatie voor nou, lekker thuis zijn. Maar ik weet niet of het zo netjes is voor een opname. Maar goed, we doen net alsof ik dit allemaal niet gezegd heb. Hoi, Waterman. Fijn dat je er bent. Komende 2 weken. Voorspelling voor jou. Het is dus niet zo als je dit gezien hebt. Oh, ik weet waar dit over gaat. En dit en dat. En ik moet nu dus zus en zo gaan doen. Komende 2 weken ga ik meemaken. Of dat wat je nu al vermoedt. Waar het over gaat. Of over wie het gaat. Dat het alleen maar gaat verdiepen. En daar gaat dat stukje dan dus over. Oké. Waterman. De magier. Komende 2 weken. Staven 10. En ik laat het even hierbij. Ik begin met de laatste die ik trok. Pentakel 7. Pentakel 7 is een gave kaart. Er valt een heleboel uit te halen. En wat ik gebruikte het bij vissen ook al. En het is iemand die hard aan het werk is. Die hard aan het werk is met zijn geld. Die bijvoorbeeld heeft nagedacht over waar wil hij zijn geld in stoppen. Het kan dus heel erg gaan over het verzekeren van een financieel goede toekomst. Of van de stevigheid van je bedrijf. Staven 10 gaat over verantwoordelijkheid onder andere. En dat is natuurlijk wat je daarvoor nodig hebt. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je moet wachten. Dat je moet wachten. Dat je moet wachten en dat je moet dealen met een heleboel andere mensen waar je eigenlijk helemaal liever niet mee zou willen dealen. Want ja, geeft een boel gedoe. Je hebt het gevoel dat lastig voor je is, dat het belastend voor je is om met bepaalde mensen te gaan praten. Waterman, jij hebt een wens, een grote wens. Al jaren, decennia. Ik voel me een beetje misselijk nu hoor. Dus ik denk dat het, wat ik net heb gezegd. En misschien beluister het nog maar weer eventjes die ene minuut. Oh, dat het echt heel diep voor je zit. Ik voel me heel moe nu. Je bent het echt beu. Waar in hemelsnaam blijft het toch? Eigenlijk hetzelfde wat ik bij vissen zei. Alleen ging het daar over iets anders. Maar waar... Neem ik aan. Waar blijft het toch? Waar blijft het toch? En weet dat je het goed ingezet hebt. Die droom, je hebt verantwoordelijkheid genomen. Maar deze allebei gaan over verantwoordelijkheid.
Echter, het grote verschil is dat de magie gaat over zelfverantwoordelijkheid. Dus jij hebt even de ventilator aan. Dus jij hebt verantwoordelijkheid genomen voor je persoonlijke groei. Je hebt verantwoordelijkheid genomen om tot in detail na te gaan hoe jij die wens, hoe jij die droom dan neer zou willen zetten. Hoe jij het zou willen hebben. Stel je voor dat het gaat over een huis kopen. Dan weet je bijvoorbeeld al tot in details dat je er een serre bij wil hebben en een jacuzzi in wil hebben. En je weet ook al welke tegeltjes daaromheen moeten en voor welk materiaal die serre moet zijn. Welke planten je daarin wil hebben, welke planten je nu hebt die je dan eigenlijk ook al weg mogen omdat die te klein daar dan voor zijn. Je hebt al helemaal tot in details, heb je het voor jezelf uitgewerkt. Waar het ook in elk geval over gaat, is zelfverantwoordelijkheid. Dat je verantwoordelijkheid hebt genomen voor dat stuk waar jij je karakter nodig hebt om zoiets neer te kunnen zetten. Je hebt verantwoordelijkheid genomen voor de groei van je persoonlijke ontwikkeling. En ik spreek met voltooide deelwoorden, dus je hebt dat gedaan. Dat stuk is klaar, weet je, dat stuk, dat is er. Maar dan deze is een beetje wary, hè? Je staat misschien wel op het punt om die droom, die fantastische relatie, of die vriend van vroeger, om die weer terug te vinden, of dat huis te gaan bouwen, die reis te gaan maken, te stoppen met je werk, een andere richting in te gaan, je eigen bedrijf opbouwen of uitbreiden. Nee, het gebeurt maar steeds niet. En het is op zich terecht dat je enigszins ongeduldig voelt, want je hebt alles in huis, Waterman, om het neer te kunnen zetten. En je hebt goed genoeg naar jezelf gekeken, tot in details bepaald van hoe je de dingen zou willen hebben dan. Hoe het er dan uit zou zien voor jou. Dan wat is het probleem? Moet het een probleem zijn? Ja, het is een probleem voor jou. Het hoeft geen probleem te zijn, maar het is een probleem voor jou. Waar het hem in zit, is dealen met bepaalde personen. Het kan ook over situaties gaan, maar ik denk dat het over personen gaat. Om te bereiken wat jij wil hebben. Jij weigert maar om het werk te gaan doen om die vriend weer terug te vinden. Om bijvoorbeeld, misschien zit je niet op Facebook, maar besef je dat Facebook nog wel eens een heel grote clue voor je zou kunnen zijn. Om diegene te gaan vinden, te gaan ontmoeten. Misschien moet je met de bank gaan praten, weet je, dat het niet voor een persoon staat, maar dat het, ze zijn ook aan het onderhandelen hier, hè, deze twee mannen, ze geven elkaar, er wordt ook geld, er wordt iets uitgewisseld, dus misschien gaat het over praten met de bank, over hoe is dat? En nu heb ik de gehangene voor je, en misschien dat je tegen jezelf zegt van, ja, maar Annemiek, dat weet ik ook wel. Ik weet dat ik met iemand moet gaan praten. Dat ik een bepaalde stap moet gaan zetten. Ondanks dat je alles echt... Alles is al oké. Okay, maar er is één iemand. Ik vermoed echt dat het een persoon is, hoor. Er is, misschien dat het een situatie is in de zin van dat je het tegen een heleboel mensen moet zeggen. Of dat je een heleboel mensen nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. Misschien heb je donaties nodig. Misschien wil je een goed doel opzetten of zo en wil je je familie of je vrienden vragen. Dus misschien heb je het nodig om een groot feest te organiseren. En stel je dat maar steeds uit. Dit is het echt voor enkele van jullie. En niet eens dat je nu het besef hebt, nu ik dit tegen je zeg, van dat dit het is. Maar wel dat je, als je je dingen gaat doen na het kijken van deze videoclip. En dan ineens, wacht eens. Ik heb inderdaad tegen mezelf gezegd of tegen mijn partner, weet je wat handig zou zijn als we iedereen eens bij elkaar gaan verzamelen en het er dan eens over gaan hebben wat onze droom is. Want dan krijgen we het wel voor elkaar. Maar je ziet tegen het organiseren op. Of nogmaals, het kan om een persoon gaan waar je tegen op ziet om mee te praten of met de bank of zoiets. Misschien geef je jezelf erover op je donder. Even goed grammaticaal neerzetten hoor. Maar ik heb onder andere Nederlands gestudeerd. Ik heb hier de gehangene.
Wat betekent dat uitstel gunstig is? Het is gunstig geweest. Het is alsof je ergens wel gevoeld hebt ook van, ik moet dit nu niet gaan doen. Ik moet het gesprek nu niet aangaan. De reden waarom je het niet hebt gedaan, lieverd, is omdat je dus dacht, ik heb weerstand tegen een persoon. Ik heb weerstand tegen het organiseren van een evenement. Ik heb weerstand tegen een bepaalde situatie of zo. Maar dat heb je gevoeld als een, hey, trek je terug, dame, trek je terug, meneer. Het is nog niet de tijd. Je hebt gedacht dat jij het was die nog niet voldoende naar zichzelf had gekeken. Maar dat heb je wel. Dat heb je wel. Het zit hem er niet in wat jij gevoeld hebt over die dingen. Maar het zit erin van dat jij het uitgesteld hebt door je gevoelens. Dat is het stuk wat belangrijk is. Het kan zijn dat dit alles wat ik gezegd heb, de komende 2 weken duidelijk voor je gaat worden. Maar het kan ook zijn dat je... Ik heb dorst, dat is niet handig, hè? Het kan ook zijn dat je... Dat het erom gaat dat je zoveel milder naar jezelf toe gaat worden. En dan ga je ook merken dat je vertrouwen hebt naar jezelf. Vertrouwen hebt in je droom. En in hoe het zal zijn als je het neergezet hebt. Dat je vertrouwen hebt in de middelen die je tot je beschikking hebt. Zodat je nog meer neer kan zetten. Meer dromen kan hebben. Kan laten uitkomen. Groter kan dromen zelfs. Je zal merken dat je... Het zijn allemaal mannen, hè? Wat ik hier voor je heb. Dat de dadendrang, dat is iets mannelijks. Hè? Dat je mannelijkheid, dus dat stuk in jou wat aangezet kan worden tot actie. Dat het veel groter wordt, omdat je gaat zien, dit is goed gegaan. Elk aspect hiervan. Dat ik er al 10 jaar over doe, dat ik er al 10 dagen over doe, maakt niet uit. Of komende 2 weken dat ik er al 10 uur over doe. Het maakt niet uit. Weet je, die uitstel is gunstig. Want die persoon die je dan aan moet spreken bijvoorbeeld. Hè, ik geef maar een klein voorbeeldje. Het kunnen natuurlijk 1000 verschillende dingen zijn. Maar die persoon die je moet aanspreken. Die is maar steeds op vakantie geweest. Die had toch geen zin gehad. Of die was ziek of zo. Of die zat niet lekker in zijn vel. Die zat in een scheiding. Waardoor die helemaal niet goed kon werken voor jou. Of die was strontzagrijnig naar de hele wereld in een bepaalde periode. Dus als je naar de bank was, gaat dat die nee zeggen. Want hij zegt nee tegen iedereen. Weet je, zij nee tegen iedereen. Nu kan die ja gaan zeggen. Tegen jou. Tegen jou. Ja. Yeah. Ik ga Steem ook een beetje uitnodigen. Maar ik ga eerst plassen. Even mijn ding doen. En even wat water drinken vooral. Ja, ik laat hem gewoon aan. Ik ben zo terug. Dankjewel vissen voor het kijken. Mocht je zin hebben in nog veel meer clips. Hier achterin post ik videoclips voor je. Heel veel liefs. En dank je voor het kijken. Zei ik vissen? Watermannen bedoel ik. Doink, doink, doink. Steenbok, ben je er al? Misschien al wel, hè?
Ik heb mijn kamerjas nog aan en mijn kokschort. Oh jee, het beeld beweegt helemaal. Steenbok. Hoi. Hoi lieverd. Welkom bij de tarot reading voor de komende 2 weken. Zwaarden 8. Heerlijke kaart vind ik dat. In de meeste gevallen in elk geval. Dat het een illusie is. Weet je, dat het niet waar is. Dat wat je denkt, dat wat je voelt. Dat het tijd is dat je iets gaat checken bij iemand. Er is een situatie en of het gaat heel snel gebeuren. Morgen, over een maand, wat dan ook maar snel zou kunnen zijn voor jou. Misschien is het iets waar je al 10 jaar op wacht. Dan is het natuurlijk het volgende uur wel heel erg snel. Maar er is iets wat snel op je af gaat komen. Even kijken hoor, welke andere kaart ik erbij heb. Want ik heb best wel veel kaart. Nou, je bent het derde sterrenbeeld in deze videoclip. Voor wie ik deze kaart heb. Pentakels 7. Pentakels 7 is de kaart van dat er een keerpunt gaat zijn. Er is een kleine ontevredenheid in jou. En ik denk dus dat dat niet waar hoeft te zijn. Ik heb 2 achten hier liggen. Dus dat hoeft echt helemaal niet waar te zijn. Gaat groot voor je zijn, dit inzicht. Ja, gaat groot voor je zijn. Dat is gaaf. Ik heb ook 2 zevens. Gaat veel geluk bij komen. Ik denk ook overvloed. Niet eens zozeer over geld. Hoewel het zou kunnen, want ik heb de koningin van Pentakels. En dat is een dame die bijna financieel, hoe zeg je dat, onafhankelijk staat. Misschien met betrekking tot een bepaald project waar je mee bezig bent. Iets wat je graag wil hebben of doen. Of in zijn geheel, dat je gewoon bijna financieel onafhankelijk staat. En misschien dat je dat dus ook gaat merken, gaat beseffen de komende 2 weken. Dat zou fijn zijn. Dus er is iets wat snel gaat, maar ook iets waarbij heel veel verschillende aspecten komen kijken. Ik heb dat net ergens ook al gezegd en ik vind dat zelf zo vaag klinken, maar het is echt zo. Dus het is niet zo eenvoudig als van, goh, als jij A doet, ga je B krijgen. Weet je, het is, nou laat ik het anders zeggen, als je A doet, ga je Z krijgen. Want er zit nog een heel alfabet minus 2 tussen. Ja. Er gaat een gigantische ommekeer komen. En ik denk dat dat te maken heeft met een persoon die altijd ergens verslaafd aan was. En misschien was je tot de komende 2 weken er helemaal niet zozeer bewust van, hoor, dat diegene verslaafd was. Het was iemand, ik heb de kaart gematigdheid en de schildknaap van staven voor je. Het is, je gaat dealen, handelen of nadenken over iemand misschien die je heel lang niet meer gezien hebt. Maar of iemand die je juist elke dag ziet of vroeger gezien hebt. En het is iemand die het leven zo eenvoudig voor zichzelf kon houden, dat het niet duidelijk was dat er sprake was van verslaving. Diegene sprak zo simpel over bijvoorbeeld alcoholgebruik. Van, nou, ik vind het gewoon lekker. Maar verder dan ook niks, weet je. Dat je ook geen vragen ging stellen. Dat het je ook niet opviel. Dat die elke keer als jullie elkaar zagen, dat die de minstens 5 of 10 achterover sloeg. Of elke dag dronk. Het was voor mij best wel een shock toen ik erachter kwam. 20 jaar na datum. Dat mijn ouders alcoholisten zijn geweest. Ze hebben elke dag alcohol gedronken. En ook al is dat maar 1 glas, dan ben je alcoholist, hè? Dan ben je alcoholist.
Je mag ook al opgenomen worden in een ontwenningskliniek als je één keer per week het nodig hebt, vindt, om dronken te worden. Misschien gaat het wel over jou. Over jouw verslaving. Dat het nu pas tot je doordringt van, jee, toen. Ik blode wel heel erg veel eigenlijk, zeg. Waar ligt die grens eigenlijk tussen verslaving of niet? Dit gaat over iemand die er zo kalm mee was. Zo eenvoudig, zo praktisch ook ingesteld. Zo die zichzelf dus nog steeds heel goed kon laten zien. Die nog steeds in de praktijk, in het dagelijks leven goed functioneerde. Leek te functioneren voor jou. Dat je niet doorhad dat diegene verslaafd was. Ik blijf maar doorgaan over een andere persoon. Normaliter doe ik dat niet zo heel erg vaak. Maar dit is een belangrijke schets voor je. Want je gaat erover op zijn minst nadenken. Over een bepaalde persoon. Vader, moeder, oom, tante, hele familie, opa, oma, een van je kinderen. Anyway, het gaat veel voor je verklaren. Dat weet ik nog toen ik erachter kwam van, oh, vandaar dit, vandaar dat. Dus wat je dan ook kan realiseren is hoe ze het tegen jou gedaan hebben, lag niet aan jou. Het lag niet aan jou, het lag aan hoe zij in het leven stonden, namelijk... In mijn geval, ja, onverschillig, brak, chagrijnig, ongeduldig, kattig. Ik was lastig voor ze. En ik heb gewoon decennia lang gedacht dat ik lastig ben. Maar dat was ik niet. Ik was gewoon een klein kind. Een baby. Maar door hoe zij zich voelden, alles vonden ze lastig. Ken je zelf ook wel van periodes in je leven dat het niet goed met je gaat? Alles is dan te veel. Ja. Misschien dat het daar ook over gaat. Weet je, het is een, nogmaals, het is een aspect. Het is een situatie, een verslaving met heel veel aspecten. Er gaan heel veel kwartjes bij je vallen. Mag je dat nog zeggen in deze tijd, zonder kwartjes? Er gaan heel veel kwartjes bij je vallen. Er gaan heel veel dingen voor je duidelijk worden. Ik zei, ik heb 2 7's voor je. De pentakel 7 en de zwaarde 7. En de zwaarde 7... ja, dat is geen fraaie kaart, maar ik zit even te denken hoor. Ja, datgene wat in de duisternis heeft gezeten, gaat... zichtbaar voor je worden. En het gaat je echt iets heel fijns opleveren. Want dit is een heel fijne kaart. Dit is iemand, dit ben jij waarschijnlijk, zoals een first lady. Weet je wel, zowel innerlijk als uiterlijk ben je rijk. Je bent warm, tevreden, gelukkig, warm naar jezelf. Je bent zuiver in je gedachten. Je bent betrouwbaar. Je leeft de hemel op aarde als jij... hier doorheen gaat. Je bent in de zeik gezet. Is het woord dat in me opkomt. Je bent bedrogen door de ja, bijna narcistische glans die iemand over zich heen had. Iemand wist zich zo goed, zo eenvoudig en nog steeds goed handelend in het dagelijks leven voor te doen, dat je niet doorhad hoe diegene in elkaar zat. Misschien gaat dit over een ex of je huidige partner, dat hoop ik toch niet voor je, maar over seksverslaving of over relatieverslaving. Ik zelf ben nooit aan een middel verslaafd geweest, maar wel aan relaties. Misschien dat je daarachter gaat komen voor jezelf of voor iemand anders. Je gaat erachter komen dat het leven eigenlijk één grote illusie was, dat het allemaal niet waar is geweest wat jou verteld is over jou, bijvoorbeeld in mijn geval, en allicht ook in jouw geval, dat je lastig was. Jij bent helemaal niet lastig. Je hebt dingen meegemaakt. Dat is lastig. Ik krijg ineens een ontzettende steek in mijn oor.
ik denk dat heel veel van jullie al afgehaakt hebben. Diegenen die er nog zijn, beluister het over 2 weken nog een keer. Want dit is groot. Het is echt van, oh, het doet pijn om te horen dit. Heel misschien dat je ook al vermoedt over wie het gaat. Maar ik heb echt een knalrood hoofd nu, hè. Oh. Ik zit met jou te wapperen. Wat het voor jou gaat doen, lieverd, is dat je een terugval krijgt. Nou, geen terug... Ja, kan. Eventjes dan maar. Een ander woord. Geen terugval, maar regressie. Dat je je gaat voelen zoals je je gevoeld hebt toen je bij die persoon was. Of toen die verslaving er was. En toen jij slecht behandeld was. Of misschien gaat het erom dat je gaat inzien hoe slecht jij anderen behandeld hebt. Doordat je verslaafd was. Deze persoon is een man en die houdt zijn stok vast. Dat kan je seksueel doortrekken. Dus misschien is dat de verslaving. Porno kijken bijvoorbeeld. Het kan hem zelfs zitten in sport. Verslaafd aan sport. Sport gebruiken als een uitweg om maar niet gezond te hoeven eten. Om maar te kunnen blijven drinken of roken bijvoorbeeld. Of om maar als vlucht om je te focussen op je lichaam. In plaats van op je dagelijks leven. Of te focussen op je lichaam. In plaats van op je geldsituatie. Of op je lichaam focussen. In plaats van op je gevoelens. Je gaat een gevoel krijgen van ik ben bedrogen. Ik heb mezelf bedrogen. Ik heb anderen bedrogen. En of ik ben bedrogen. Maar je komt er wel weer uit. Nogmaals, het is een zeer complexe situatie. Geldt ook voor de andere twee die ik al een reading heb gegeven in deze videoclip. Heel bizar. Dat is dus echt de energie komende 2 weken. Dus mocht je interesse hebben, weten dat je iets in je geboortehoroscoop hebt staan wat met waterman of vissen te maken heeft, check die clips ook. Want de basis is in elk geval dit. Bij jou geldt het, deze kaart, vooral dat het een, wat ik al zei, een omwenteling gaat zijn. Ik wil daar even een schets, een energetische schets van hebben. Wat is die ommekeer dan in jou? Het gaat langzaam. Dat in elk geval. De ommekeer zal diep zijn, maar langzaam. Langzaam omdat er veel aspecten aan vastzitten. Dat is wel logisch, hè? Dus dat kan dus ook niet snel gaan. Het hele proces van A tot Z. Maar de grote ommekeer. Prachtig. Het gouden ei. Het gouden ei. Van daaruit ga je beseffen. Nou, het kan dus inderdaad over geld gaan. Dus misschien over beleggen. Dat je daarna kan beleggen. Of dat daarna jouw belegging iets gaat opleveren. Of dat je geld hebt geïnvesteerd in een neefje of zo. Neef, hoop ik. En dat het maar steeds niks werd. En dan kom je erachter dat hij dus verslaafd was. Of is. En dan ga je hem helpen. Of je gaat hem zeggen, hé, je moet hulp zoeken. Of je gaat je geld terugtrekken in iemand anders investeren. Zodat dus dat gouden ei tot jou gaat komen. Die grote geldhoop gaat komen. Die financiële onafhankelijkheid is mogelijk. Nogmaals, in elk geval bij een bepaald project. Iets wat je wil. Misschien wil je de keuken verbouwen. Maar denk van, ja, moet ik toch nog iets van 5000 van mijn ouders lenen. Je gaat er dus achter komen de komende 2 weken. Dat dat dus dan niet nodig is. Vanwege dit hele proces. Waar je in gaat komen. Gouden ei is een nest, hè? Het ligt heel veilig in een nest. Je gaat je veilig voelen. Je gaat je stralend voelen. Zoals goud. Als gouden sprankeltjes. Gouden, ja, goud wat dan ook. Maar wat je goud glitter. Wat je fijn vindt. In je eigen huis. Op je eigen werkplek. In je eigen dorp. In je eigen stad, straat, wijk. Je gaat je veiliger voelen door dit hele proces. En oh, dat is goud waard. Dat zei ik niet eens expres. Dat is goud waard. Ja, geweldig. Boogschutter.
schutter. Een complex verhaal voor je, maar wel super gaaf. Ja, oké. Okay. Het loopt goed af. Ik lach. Dat is fantastisch. Uiteindelijk kan je lachen, maar het gaat nog wat voeten in de aarde hebben voor je. Heel veel liefs, heel veel moed. Heel veel moed. Aan het einde, mocht je nog zin hebben, staan meerdere videoclips van mij. Mocht je willen weten bijvoorbeeld waar dit specifieker over gaat. Dankjewel voor het kijken in elk geval. Heel fijn. Dank je. Hey boogschutter, ik ben even de kaarten aan het opruimen van Steenbok. Nou ja, zeg. Er waren er nogal veel en ik zit het nu dus met één hand te doen. Ik heb 3 keer in de 3 readingen in deze videoclip. Hoi! Pentakel 7 getrokken. Ik ben benieuwd of die er bij jou ook uitkomt. Anyway. En die had ik zojuist ook voor Steenbok. Als je iets hebt in Steenbok, als je dus weet dat je daar een planeet hebt staan, maan, ascendant. Dat is geen planeet aan de muur, maar. Of stellium. Dan check die ook even. Ja. Dat is een grondige. Oké. Okay. Boogschutter. Boogschutter. En de staven 2 op de kop. In principe doe ik geen omgekeerde kaarten. Kijk, energetisch. Ik doe het intuïtief. Mocht je dat ook willen leren met je eigen set. Hoeft niet eens met Rider Waite te zijn. Met welke set dan ook. Ik heb een videoclip gemaakt. Ik zal hem hier aan het einde posten. Moet ik het wel opschrijven, anders vergeet ik het natuurlijk. En dat waren er een heleboel. Jammer dat ik die niet heb gepakt, want hij flipt... Op de kop 7 staven. Niet pentakels, maar 7 staven. En ridder van kelken. Ik ga met deze 2 beginnen, want ergens voelt dit voor mij als een onlogische combinatie. Dus ik ga maar praten en dan ik praat vanuit mijn hart, wat verbonden is met jouw hart. Dus dan komt er vanzelf uit wat jij moet horen. Staven 2 gaat natuurlijk over... over voorbereiden, over plannen maken, over een beslissing nemen. Maar het lukt jou niet om die beslissing te nemen, omdat je je machteloos voelt. Je kan geen beslissing nemen over iets wat belangrijk voor jou is. Misschien met betrekking tot een geliefde, tot toenadering zoeken, tot een geliefde, met iemand iets aanbieden of iets ontvangen van iemand. Met betrekking tot vrijheid, vanwege al die vogels die daarboven vliegen, zie je dat? Vakantie misschien, of weggaan uit een relatie, weggaan bij een baan, bij een baas. Weggaan, weggaan, is weggaan, weggaan. Dat wil deze immers ook. Deze staat op een kasteel en die kijkt over met de wereld in zijn hand. Die beseft gewoon, de wereld is groter. Er moet toch meer mogelijk zijn dan dit. Maar goed, je wil graag plannen gaan maken, want je beseft dat het belangrijk is. Dat is heel gunstig dat je dat weet, want dat is het ook. Nu in deze periode. Maar je durft geen beslissing te nemen. Met wie moet ik het dan doen? Hoe moet ik het dan doen? Met welke middelen moet ik het dan doen? En wat moet ik dan meenemen? Of waar moet het over gaan? Welke kleur moeten de kastjes dan hebben als ik mijn keuken ga renoveren?
Je kan geen beslissing nemen omdat je het gevoel hebt dat je dat niet kan. Dat je hulpeloos bent, dat je daar niet de vaardigheden toe hebt, dat je dat. Maar ook je voelt je machteloos omdat je denkt dat je vastzit aan een bepaald budget. Dat je denkt dat je vastzit aan een ex in gedachten, in je hart. Of dat je denkt dat je vastzit aan je huidige partner. Dat je misschien niet kan gaan scheiden nu, want dan hou je geen cent over. Ik heb weer 4 kaarten erbij. 3 daarvan zijn kelken. Kelken gaan is water, gaat over emoties. Jij laat je terughouden door je emoties. Het gave is, je kan loslaten. Het gaat ook gebeuren. Het is zowel een advies als iets wat gaat gebeuren. Focus erop dat je de gevoelens die je hebt met betrekking tot de situatie waar ik hierover spreek, dat je die loslaat. Dat je daar niet meer naar kijkt. Kijk, deze persoon die kijkt achterom. Doe dat niet meer. Ga niet kijken. Jij voelt je machteloos, hulpeloos. Je denkt dat je afhankelijk bent van anderen, omdat je naar het verleden kijkt. Maar als jij... Ik heb hier trouwens een bevestiging van wat ik net heb gezegd. Van 4 kelken. Je bent bang dat je iets gemist hebt. Je bent bang dat je iets gaat missen, omdat je geen keuze kan maken. Maar doordat je beseft dat er dus... dat voel je alleen maar meer hulpelozer, hopelozer, machtelozer in de situatie. Je bent zo bang dat je iets mist. Maar lieverd, ik heb deze kaart. Mocht het niet om liefde gaan, dan in elk geval, je gaat datgene echt wel krijgen. Kijk, het wordt je aangeboden, weet je. Je gaat een uitnodiging misschien krijgen van iemand. Iemand gaat toenadering doen. Of misschien dat jij eindelijk na deze reading een verzoek durft in te dienen bij iemand. Iemand anders durft uit te nodigen of om hulp durft te vragen. Ik heb daarnaast ook, ik laat ze je allebei even zien. Naast de 5 kelken heb ik ook 8 kelken voor je. En 8 kelken gaat eigenlijk over het vastzitten, emotioneel vastzitten. Je zit emotioneel vast. Kijk, deze gast die is ook nog helemaal niet weggelopen. Hè? Bij de oorspronkelijke Rider-Waite versie, diegene die nou ja, elke tarotist heeft, zie je dat hij wegloopt. Maar jij bent nog niet weggelopen, liever. Je bent emotioneel niet alleen zit je eraan vast, maar je wil er ook aan vastzitten. Die emoties, je blijft hem aan de binnen slaan. Je blijft hem aan de binnen slaan. Je blijft jezelf maar vertellen, ja, maar het kan er ook niet. Ja, maar ik ben dom. Ja, maar ik ben stom. Ja, maar ik heb de middelen niet. Ik heb de vaardigheden niet. Jammer. Ik weet dat het gaat ook over een moeilijke keuze, hoor. Dus die beslissing die je moet nemen en het gevoel van vastzitten. Mocht je het nu nog niet voelen, lieverd, komende 2 weken, je gaat het voelen. Dit is echt een enorme klap. Klap klinkt als een beweging, maar het is van binnen is het echt... Je gaat het idee krijgen alsof je leven voorbij is. Misschien zelfs wel alsof het doods is. Of dat je bang bent dat het doods gaat worden. Misschien financieel doods gaat worden als je zo doorgaat. Of als je die keuze gaat nemen. Maar de reden waarom mensen bij iemand blijven. Of bij een bepaalde situatie blijven. Het maar steeds weer opnieuw en opnieuw daarna teruggaan. Is omdat ze er iets in geïnvesteerd hebben. En als jij er aan blijft denken, als jij erover blijft praten met mensen, hoe het vroeger was. Gisteren is ook vroeger, hè? Hoe het vroeger was, dan blijf je dat voor jezelf bevestigen. Dan investeer je er gigantisch veel in. De reden waarom soap opera's werken,
is omdat je dagelijks die mensen ziet en dan ga je je eraan hechten. Je kent ze niet. En ze, die figuren die iets daar uitspelen, die personen, die hoofdpersonen, hoe moet ik dat zeggen, de karakters in die serie zijn ook niet echt. Dus je kan je er ook helemaal niet aan hechten. En toch hechten we ons eraan, gaan we geven om diegene die we zien op regelmatige basis. Dus als jij jarenlang bij iemand gewerkt hebt, dan zelfs als je eigenlijk geen ene reet geeft om diegene, om het even grof te zeggen, excuses daarvoor, dan alsnog heb je een gevoel van, ik kan diegene toch niet in de steek laten. Ja, dat kan je wel. Dat kan je wel. Want weet je welke kaart ik als laatste voor je getrokken heb? Koningin van Staven. De Koningin van Staven. Dat is een leuk wijfie hoor. De Koningin van Staven is iemand die weet dat ze wensen heeft en die ze uit. Dat is iemand die weet dat ze het waard is. En waarvan andere mensen ook weten dat zij het waard is. Waardoor ze dus mooie hulp gaan krijgen. Dit is een kaart van iemand die mooie hulp gaat krijgen, lieverd. Samen met deze, je gaat iets prachtigs aangeboden krijgen. Er is misschien ook al wel iemand die waarvan je gaat merken van, oh, maar diegene heeft dat al 10 keer aangeboden. Als je dus door die pijn heen bent gegaan. Weet je, zij gaat ook over een balans tussen werk en thuis. Tussen werk en vrije tijd. Tussen misschien ben je alleen maar thuis, maar dan gaat het dus tussen het huishoudelijke werk doen en lui op de bank zitten. Die balans, die gaat ook goed komen. En misschien ziet die er heel wat anders uit dan dat je dacht dat die zou moeten zijn. Nogmaals, je wil een plan gaan maken. Misschien wil je weg bij je partner, weg bij je baas of wat dan ook. En misschien weet je nu nog helemaal niet wat je wil, maar dat gaat dus de komende 2 weken naar boven komen bij je. Je wil iets, maar je kan geen beslissing maken omdat je denkt dat het allemaal zo zwaar is en zo moeilijk is en niet mogelijk is. Dat is het dus wel. Dat is het dus wel. Het is wel mogelijk. Maar jij zal je dus niet meer moeten voeden met die zinnetjes. Het is niet mogelijk. Het gaat me toch niet lukken. Het is de verkeerde timing. Of de economie is er niet naar. Of mijn partner die zit nu in zus en zo'n bui. Of mijn partner is ziek. Ik kan nu toch niet bij hem weggaan. Maak jezelf niet gek. Scheid ermee uit. Het is een illusie. Dat het niet kan. Datgene wat jij wil. Want kijk uit. Je gaat het missen. Je gaat de kans missen. Je gaat de mogelijkheden missen. Als je niet... Laat los. Als je het niet loslaat. Laat los. Laat alsjeblieft niet los. Laat los. En je hebt het in je om los te laten. Anders zou ik niet zeggen. Ik ben geen gemene tarotist die jou iets gaat vertellen van wat je niet zou kunnen. Ik ben heel benieuwd voor je waar dit over gaat. Laat me weten, nu. Of nu kan je het misschien nog niet weten. Maar over 2 weken. En al, misschien voor iedereen super handig om dan nog weer een keertje deze clip te gaan bekijken. Dit zijn dus ook video's van mij. Die van 2026, die gaat erover waarom het belangrijk is dat je nu dingen neerzet. Hè? Dus daar ging die pentakel 7 en die andere 7e. Zevenen zo sterk over. Ja, dan ga ik nu mijn kookschort en mijn kamerjas eindelijk uittrekken en me normaal aankleden. Dank jullie wel voor het kijken, voor het abonneren en de berichtjes hieronder en het liken.